Yo, what up guys. Ik ga het niet eens lang houden deze intro. Welkom bij Assassin's Creed Odyssey. Het is aflevering 41. We hebben de mijlpaal episode, de vorige aflevering, achter de rug. En kijk waar we staan. De vulkaaneilanden. Oh, wat de hel vliegt daar. Gekke beasts. De vulkaaneilanden waar blijkbaar onze echte bloedeigenvader een soort van... weet ik veel, onderzoek aan het doen is naar de nalatenschap van een familie. We zijn in ieder geval een familie met bepaalde krachten. Zo zie je die speer alleen nog van Alexios die we hebben gekregen ooit van onze moeder. En daarnaast houdt onze moeder nog een aantal geheimen voor ons. Die houdt ze hoog en ze zegt dat alleen onze vader dat kan gaan vertellen. En daar gaan we vandaag achter zien te komen. Juist daarom hou ik de intro kort, omdat ik gewoon echt heel erg benieuwd ben en de game... het verhaal wil laten doen. De game wil ik laten uitleggen wat hier allemaal gaat gebeuren. Het is in ieder geval echt een story-eiland. Nee, wat hadden we wel verwacht. Dit is echt gewoon een ruïne op een vulkaaneiland. En je ziet dat dit echt een grote geschiedenis gehad heeft. Dus of het is kapot van een oorlog, of het is kapot van een of andere gebeurtenis. En juist omdat ik die ingang heb gezien van zo'n eerste beschavingtempel... heb ik het idee dat het te maken heeft. Oh, slangen. Ik heb het idee dat het te maken heeft met de eerste beschaving. En niet met iets anders. Geen oorlog of iets dergelijks. Dat was echt een hele grote slang trouwens. En nog één. Hoe groot zijn deze slangen? Hier, check hoe dit eruit ziet. Het ziet er echt ziek uit. Van harte welkom in ieder geval. Aflevering 41, Alexios op Thera. Onderzoek naar onze echte vader. Dit kan alleen maar heel sick worden. These ruins look old. I wonder who built them and when. What are those towers? En die oude perkamentrolletjes liggen hier. Oké, daar gaan we dan. Nothing but a tablet. I wonder what it says. So, the light beams are the key. En dat dacht ik al. Die spiegelreflectie zag ik al, de light beams. Tijdens mijn onderzoek naar de Minoïsche ruïnes vond ik geschriften die spraken over een doorgang. Na een gedeelte vertaald te hebben begreep ik dat de spiegels die ik had gevonden blijkbaar onderdeel zijn van een mechanisme. Ik positioneerde de spiegels en toen ik de ruïnes weer inging vond ik een pad dieper onder de grond leiden. Op de bodem van de grot, diep onder het aardoppervlak, vond ik de ingang naar een andere plek. Morgen ga ik de deur openen en kijken wat erachter ligt. Maar waar is hij nu heen? Ik hoop niet dat die guy dood is, want dan is je echt een paan hier. Of hij is daar al beneden. Het kan zijn dat hij al naar binnen is natuurlijk. Open de deur. We kunnen alvast naar binnen gaan. Want waarschijnlijk heeft die lightbeam... heeft vader het voorwerk al gedaan. It's locked. I should check the tablet again. Oh, oké. Nee. Vader heeft het voorwerk niet gedaan. Hij heeft zijn huiswerk niet goed gedaan. Kleuviol. Oké, dan pakken we de tablet erbij. Missievoorwerp is het ook. Ja, hallo, er staat toch niet precies wat ik moet doen met die lightbeams? Het enige wat ik me kan bedenken is alles gewoon exploren en de spiegels goed stellen. Van die beest heb ik in ieder geval al geen last meer. Maar ik moet goed rondkijken, want er zijn hier vast en zeker dingen te vinden. En waarom denk ik dat? Omdat het van die oude belangrijke ruïnes zijn, daarom. Nou, dat kan al niet kapot, dat had ik niet verwacht. Kijk, daar ook weer een spiegel. Wat de hel! Hey, dit gaat nog een dingetje worden hoor, want ik moet dus nu uit mijn hoofd gaan ontrafelen hoe die spiegels afgesteld moeten zijn. Sowieso is de sfeer op dit eiland echt niet chill. Kijk, de troon staat er nog. Ik moet waarschijnlijk gewoon ergens een begin maken. Maar hoe stel je ze ook af? Door erop te schieten wellicht? Maar dat doet niks. Nee joh, ik kan hier helemaal niks mee. Oké, dus die spiegels staan nog goed. Die ene beam gaat daarheen, die ene beam gaat daarheen. Dat klopt ook. Dan wat is hier niet goed? Dit moet gesloten worden. Nice. Dan moet ik het pad gewoon volgen. Het is een soort frieren gedeelte. Hier nog iets te vinden. Helemaal niks hier? Nee, alleen deze. Ja, roestig zwaard. Nog meer? Nee. Slopen kan niet, dan moeten we het bewegen. Position. Oké, nou als deze schuif goed gepositioneerd staat, zie ik dat de straal daarheen gaat. Ik ben ook ondertussen nog aan het rondkijken voor bepaalde voorwerpen of zo. Hier, ik zie overal spiegels, ook daaronder. Ik vind dit best uitgebreid, moet ik zeggen, voor een sidequest. Oh, hij komt niet verder. Won't budge. Won't budge. Now it will. Kijk, nu schijnt het naar die. That should work. Now to try the door. Ziek, hè? Oh man. Lovely. Laten we naar binnen gaan. Finally. Now to find what lies within. Kijk, de typische eerste beschavingsstijl. Oké, dan gaan we. Waar zal dit naartoe leiden, jongens? Vleermuisjes. Lijken. Maar echt, waarom zou hij... En dit is ook een sidequest, hè, nogmaals. Probeer dat eventjes te beseffen hoe groot en uitgewerkt deze sidequest is. Want dit is gewoon... echt een heel belangrijk aspect van het verhaal. En dit zou zo makkelijk overgeslagen kunnen worden omdat je dit als sidequest erin stopt. Dus het is nice dat ze het optioneel houden. Dat mensen er gewoon voorbij kunnen speedrunnen, maar mensen die extra info willen, dat die gewoon hier naar binnen kunnen. It's hot in here. Oh wel. Lava, vulkanische eilanden. Duh. Ik zie hier iets liggen, jongens. I should watch my step. Kostbare edelstenen. What really? Kijk nou. Vader, ik hoop dat je nog leeft. Ik hoop dat er een vette cutscene aan vast zit. Padre. Ik wil je cutscene. Ja. Je kan elke keer via twee manieren. Maar probeer gewoon zoveel mogelijk materials meteen mee te farmen. Oh man. Poort naar de verloren stad. Really? Is dit die poort wie zo erg... Dit is gedeelte concept art. Ik heb toen een poort gezien naar... Tjonge jonge. Time to what, exactly? All right, very nice. Ik denk wel dat dit een hele mooie foto kan zijn. Hoppa. To take a dive. Time to take a dive. Helemaal niks. Wel visjes, dat wel. Oh man, hoe ziek is dit? De poort naar de verloren stad. Kunnen we ook daadwerkelijk de verloren stad in? Dat zou helemaal ziek zijn. Want inderdaad, Origins werkte daar heel veel mee. Poorten naar andere werelden, andere dimensies. Dat hebben we in deze game nog geen enkel moment gehad. Oh my god, dat is hier echt heel vet. Icarus! Traitor. Greetings, Alexios. Welcome to Atlantis. Pythagoras? Really? Atlantis? Impossible. I thought it was just a myth. There are many secrets in this world that are hidden behind myth and legend. And who are you? My name is Pythagoras. I'm your father. Pythagoras? That doesn't make any sense. He died decades ago. Yes, almost a century if memory serves. And yet, here I am, standing before you. And Icarus is... my oldest and dearest friend. I sent him to watch over you. And now, here you are. Plot twist, what the fuck? Dit is zo vet. Myrini, my mother. She sent me here to find you. Myrini, she sent you here because she knew this was your destiny. My destiny? There's more at stake than any one mind can comprehend. Why was I sent here? What's my role in all of this? I want answers. There is knowledge in this place. Powerful knowledge. In the wrong hands, its secrets could bring about the downfall of humanity. We cannot allow others to discover this place. We must find a way to seal it from the world forever. I don't understand any of this. I'm a warrior, not a scholar. We all have a purpose, Alexios. Yours was to help me protect the secrets of Atlantis. Je hebt mijn hulp niet verdiend, wat is dat voor kut antwoord? You're right. We must save the Greek world from itself. Above all things, trust yourself. You're capable of greatness. I'll do my best. The answers I seek are behind these mechanisms. They are sealed, and the artifacts to open them are missing. So I need to find the artifacts and return them to Atlantis? I've collected information that hints at where these artifacts may be located. However, they are incredibly powerful. They corrupt the minds of lesser people and possess a will to defend themselves. I'll bring them back. But I still have questions for you. And I have answers. For now, though, take this. It's part of a key to access an artifact that is hidden in Boeotia. I have an ally trying to find the second half as we speak. Oh my god, maar wat maakt dat het... wat maakt dat... maar wat verandert dit in de situatie van Cassandra? Want Cassandra is dus dan ook zijn dochter. En die zit nu in de secte, what the fuck. Ik ben niet alleen zijn zoon, maar Cassandra is ook zijn dochter. En Myrini is en blijft onze moeder, maar... hoe loopt dit? Een VR-bril, really. Thera, we found Atlantis. Atlantis? Let me check your vitals. You're delirious. We've been searching for an Isu artifact with reality-bending powers, and this bothers you? Pythagoras was born around 570 BCE. That would make the man in that cave nearly 150 years old. What could possibly be keeping him alive? The staff of Hermes Trismegistus. Oh, D. Mrs. San, you were right. I'll help you pack up the gear. Thanks. Let's roll out. I've reached the coordinates. The series of caves we detected should be right under me. My equipment's ready. Preparing to dive. Layla, you have no idea what's down there. There could be sharks. I prefer that to Templars. Well, keep an eye out for Abstergo. Good luck, Layla. Thanks. I'm heading down now. There has to be a way in. I'll find it. Dus nu gaat ze in... wow, mijn bootje trouwens. Mijn bootje is een beetje half aan het zinken. De golven slaan gewoon over het bootje heen. But I don't give a fuck. Ik heb toch een duikpakje aan. Maar goed, ik sta dus in real life nu. In de 21ste eeuw ben ik naar Griekenland getraveld en sta ik naast dezelfde ruïnes. Kan ik niet naar de map. kan nagaan hoeveel honderden jaren er ook al kwallen hier zwemmen. Dat is zo raar, de onderwaterwereld verandert gewoon niet. Are you all still reading me? It's awfully quiet on comms. We hear you, Layla. Thanks. It's just so silent down here. You're not alone, Layla. We're monitoring your progress. You're doing fine. Yeah, we're here if you need us. Said the assassin sitting at the desk. Well, I don't have to be on a boat to be useful. I have loads of information on ancient Greece. Did you know that at Zakros, the Minoans built a graveyard so huge it was known as the Ravine of the Dead? Can we please not talk about death? Elena, promise me that if I die down here, you'll rename this place the Caves of the Dead. I'm on it. People! Ziek hoor. Ook zo dat die stukjes lava weer eruit komen, wat dan zo borrelt. Het ziet er allemaal erg nice uit. Oh wow. Zou dit betekenen dat ik nu in dezelfde grot ben? Als waar Alexios letterlijk net was. Wat heb ik nou in godsnaam aan ijzermetaal als haar zijnde? Maar goed, ik pak het op. Het is dezelfde grot, alleen als het goed is was het toen helemaal vol met lava. Ja. Wat is dit? Ah, ja, het is inderdaad zo. Het is precies dezelfde plek. Ze zou nu toch eigenlijk al een... Holy fuck. Ze zou nu toch eigenlijk al zoiets moeten hebben van... Holy shit, we hebben de goede plek gevonden. Ik ontdek de architectuur al. I really like the view. Miss it. Why can't you go back? Didn't you read Kyoshi's report? Abstergo's already swept through it. It's compromised. No, I've been busy researching Thera. Kyoshi, are you alright? Of course. After clearing out the last of our gear, I observed the infiltration from a distance. Did they pick up the present I left? Yes, they found the USB key you dropped under the desk. Nice tactic. No one at Abstergo will be stupid enough to stick that in a computer. They don't have to. It's a shell holding one of my special RFID transmitters. Get it anywhere near a workstation, like say, in the head of security's office, and boom. Layla, je hebt het gevonden. Wow, it's more elaborate than I could have imagined. Echt, maar dit is dus al honderden duizenden jaren intact, hè? Ik snap het, het is een game, het is fake as shit, maar ik bedoel gewoon, ik probeer me in te leven in de situatie dat dit gewoon echt bestaat. How did they build all this? What I want to pay for an Izu toolbox. Man, man, man. Hier hebben legends gestaan. This is different from Egypt. Some aesthetic elements in common, but... Ook mooi dat ze weer verwijst naar Egypte, naar Origins. I should get out of this diving suit before I start exploring. Ah, zien we dat ook al niet? Je ziet geen seks, je ziet geen scènes waarin ze omkleedt. Oh, 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 wat een saai politiek correct kutspelletje is het toch? It's real. Nee, grapje. I made it. Layla to Altair 2? I'm in. Altair. Do you have visuals? Yes. By the gods, Layla, it's Atlantis. How are you feeling? Any nausea from the pressure change? No, I'm fine. These rooms are amazing. Hoe groot moet die rog zijn wie je daar ziet zwemmen? Die daar al honderden jaren zwemt. Think, Layla, think. There must be a way. Something has to power up this place. I'm re-entering the Animus. I need Alexios to show me how he got farther inside. Wow, had je dat niet misschien eerder kunnen doen? Voordat je daar in de echte wereld heen zou duiken en dan nu voor de poort staat en dat het alleen maar mis kan gaan. Want dan gaat ze de Animus in terwijl ze in die grot is. Wat een wijf. Nadenken is niet de sterkste punt. Meerdere missies aanvaard. Oké. Blijkbaar is mijn pakje geglitcht, want dit was niet het uiterlijk dat ik had. Weet je wat ik namelijk had gedaan? Ik had dit gedaan. Kijk, zo hoor ik eruit te zien. En nou ben ik ook weer zo. Zie je, het was een kleine glitch. Wat zijn de meerdere missies? De poorten van Atlantis. Holy shit, dat is ook gewoon een Odyssey hoofdstuk helemaal. Breng de artefacten terug naar Atlantis. Eén artefact bevindt zich in Boeotia, eentje in Kythira, eentje op Lesbos. Holy shit, misschien kan ik nog wat vluchtelingen meenemen. En eentje op Messara. Zieke shit! Maar oké, dat is niet iets wat ik nu kan gaan doen, denk ik. Want ik denk niet dat zomaar op de kaart staat... Hey man, hier is het te vinden! Nee, ik denk echt niet dat het zo easy zal zijn, nee. Nee, kijk, ik weet alleen hier. Kijk, Boeotia, ja, oké. Waar de fuck haal ik dat vandaan nu? Geen flauw idee. Het is wel echt vet, dat vind ik wel echt gruwelijk, dat ik nu rondom dit level, 37, 38, dat ik nu eindelijk mijn Fokis avontuur, want kijk hoeveel ik hier geweest ben en ik heb alles uitgecheckt. Dit was mijn soort van Skyrim vibe in deze game. Ik heb er foto's gemaakt die prachtig waren. Ik heb gewoon zoveel gedaan daar en nu kan ik mijn avontuur vervolgen vanaf Fokis, het stuk vasteland Griekenland, naar Boeotië. En Lokris, Malis heb ik daar nog veel gedaan, weet je. Ik heb... Trouwens, ik heb hier gewoon een onontdekte lijn. Ik heb niet veel gedaan in Malis. Ik ben er gewoon geweest, that's it. Kijk. Macedonië, daar start dus de add-on missie. Dit is DLC. Lesbos ligt echt endgame content. Ja, vet shit. Maar goed, zoals jullie dus zien en wat ik al verwachtte, het staat niet zomaar op je kaart. Zo van, hey, doe nou. Upgrade de speer, 4 van 9, gaat hem niet worden. Sterk staaltje Minotaurus heeft hier helemaal niks mee te maken. Voor de rest heeft het dus gewoon niks mee te maken. De poorten van Atlantis gaan niet zomaar open. Pythagoras vertelde Alexios over het bestaan van de vergrendelde kluizen van Atlantis. Hij kreeg de opdracht om de Griekse wereld af te struinen op zoek naar de krachtige artefacten die de mysterieuze kamers konden openen. Hij moet dus echt superveel doen nu. Ik weet niet of het jullie opvalt, maar hij moet echt superveel doen. Wilde hij nu eventjes Atlantis binnenkomen? Volgens mij is dat letterlijk het einde van de game. Dus we zien Layla denk ik niet snel weer terug. Dit gaat echt lang duren. Deze kan gesloten worden. Kijk, het laatste raadsel. Die hebben we wel gekregen. Praat met Gorgias. Gorgias bevindt zich in Boeotia. Hij bevindt zich in het zuidelijke deel van het Kopaismeer. Hij bevindt zich in de vreemde ruïnes. Dat is dus wel iets wat we nieuw hebben gekregen. Dus deze kunnen we ook sluiten vanuit de schaduwen. Dat is allemaal secten. En Upgrade de Speer kunnen we sluiten. De poorten van Atlantis kunnen we sluiten. Gaat never, never, never nooit lukken. Maar dit though... kan 100% lukken. En die heeft waarschijnlijk ook wel een markering. Verwante missies. De poorten van Atlantis, het laatste raadsel. Tunnelvisie. Een plek vol bochten en kronkels. Schaduwen van serpenten. Dat klinkt creepy as fuck, bro. Ik denk zomaar dat je een soort van echt mythische bosses moet verslaan. Mythische wezens. Voordat elk laatste artefact van Atlantis van ons komt. Ik denk echt dat ze het zo doen. Dat ze het heel episch opbouwen. Dat elk artefact een eigen ruïne heeft van de eerste beschaving. En een soort boss. En dat je dan de artefacts vrijspeelt. Dat is echt iets wat ik gok. Laten we dan maar daarheen gaan. Hebben we daar wel een markering van, though? Geen markering, want het is de verkenningsmodus. Maar als je kijkt, bevindt zich in Boeotia, dat is hier. Hij bevindt zich in het zuidelijke deel van het Kopaismeer. Nou, dat is dit, het zuidelijke deel. Gaan we toch gewoon hier ergens heen? Mooie plek ook dit hoor, al die mensen die foto's maken in Boeotia. Super toll. Nou, het enige wat je hoeft te doen is gewoon naar één zo'n markering te gaan. Zeg maar, dit is ook een van de eerste eilanden die we binnengingen. Een van de eerste secrets. Het vergeten eiland. We kunnen daar officieel ook gewoon heen gaan en deze locatie afronden. Hè? Want het vergeten eiland, wist je nog dat de game aangaf... Nee, je mag daar nog niet heen. Dit komt later beschikbaar. Daar kunnen we nu gewoon heen gaan. Dus dit is zeker iets wat we kunnen doen. Alleen ben ik nog even benieuwd. Wat kun ik hier nog doen? Zo van, hey, gappie. Fear not. Above the cloud, with its shadow, is the star with its light. I know there's not much time. But I need answers. I imagine you have many questions. I have questions about my family. The sentimental and emotional connections formed between people have always irked me. I knew Myrini would fail to stay detached. Why did you come here and leave my mother and me in Sparta? I was never going to erase you. Our duty was to continue our ancient bloodline and ensure there was someone strong enough to do what was necessary when the time came. You could have brought us here with you. And you would have been unprepared. If you've been here all these years, how did you meet my mother? We're both descendants of the people who built this place, just like you. We knew that we had an obligation to preserve our lineage. That's when you agreed to make me? In a manner of speaking, yes. Why is the cult hunting our family? It is our family's destiny to control the power in this place. In our blood lies the key to unlocking the secrets of Atlantis. So they want our blood? You have a destiny, my child, to destroy the cult and their influence on the Greek world. You threaten everything they have striven for, because you have the power to oppose them. They've tried to destroy me and failed, and they'll never control me. That's all I wanted to know. I want to know more about Atlantis, and your work. There isn't enough time for me to explain even a fraction of what I have learned here. All I can offer for now is a hint of enlightenment. You call it Atlantis, but what exactly is this place? I believe it was a city long ago. A place where beings of great knowledge and power lived before humankind had built even its first primitive settlements. It was perhaps some kind of library where the ancient ones stored information. Het ziet er inderdaad super interessant uit en ik kan ook eigenlijk niet wachten tot de endgame komt en tot ik dat punt bereik dat ik echt Atlantis inwandel. This place is like a tomb. How did you live down here? And for so long? This artifact, like your spear, possesses incredible power. It has given me life, so that I may continue to learn from this place. Dus hoe oud is deze kuil? Holy fuck. What have you been studying here? Everything. The first civilization's history, their culture, their science. With it, we can change humanity's destiny and usher in an age of enlightenment. Destiny is something only the gods can alter. They were gods, living, breathing gods. I've heard enough. What do I do with the artifacts? Just place them in their corresponding steles. And the path to answers will illuminate. Okay. I should go. Yes, there is much to do. Bring back the artifacts quickly. The longer we wait, the greater the risk of Atlantis being discovered. Fucking vaag, want ik kan hier ook dus echt geen moer meer doen. Het is gewoon echt een prachtige locatie, maar wat ik mij afvraag... Kijk, je kan ook niet omhoog, zie je? Je kan hier niet eens op. Zelfs hier kan je er volgens mij niet op. Nee, je mag gewoon niet hier overheen, omdat je dan tegen die energiemuur aangaat. Nee, wat ik mij afvraag is, wat heeft hij ontdekt? Wat heeft hij gestudied? Wat kan je nou vanaf deze kant van de muur... Wat kan je daar nou doen? Kijk, deze man staat alleen maar stil voor zich uit te staren. Helemaal niets te doen. Je kan die kant nog op toevallig. En die kant nog op. Ik ga wel eventjes snel een explore sessie doen en dan gaan we fast travelen naar daadwerkelijk Boeotia en progressie maken van het verhaal. Hoe ziek klinkt dat? Hier, er is die complete leegte en stilte. Wat kan je hier leren als hem zijnde? Ook dat hele grote blok wat hierboven hangt, dat heeft 100% te maken met de opening van de deur. En met de artifacts, wat allemaal in hetzelfde soort piramide-achtige vormpjes is vormgegeven. Ook de secte heeft zo'n raar driehoek als... Trouwens, dat zal een van de artefacts zijn. Holy shit, het schiet me opeens te binnen. De secte bezit een van de artefacts. Een van de 4 artefacts om Atlantis binnen te komen. Dat is dat rare driehoekige ding waar al die schijfjes in passen. I'm afraid precursor interference is behind this. A corruption in biological programming. Technological artifacts merging with flesh to create monstrous hybrids. I'm afraid precursor interference is behind this. A corruption in biological programming. Technological artifacts merging with flesh to create monstrous hybrids. This recording was supposed to be about the spear of Leonidas. But you know what a spear is. Humans have been killing each other with them for over 100,000 years. Je kan hier dus wel degelijk info vinden. Kijk, hier kan je ook weer niet op. What the fuck, het zijn een soort memory schijven. Mythical beings, but in this reality, some of them are more than mythical. So we all know the ancient Greeks wrote about what would later be called mythical beings, but in this reality, some of them are more than mythical. Shouldn't be surprised. My fellow precursors love being treated like gods. Why not create pets worthy of that reputation? Kijk, ook degene wie het uitspreekt. Is dat letterlijk misschien dat hoofd, dat silhouet dat ze hebben gecreëerd van de eerste beschaving, die vrouw die altijd aan het woord is, die al in alle Assassin's Creed delen zat. And the staff you call the staff of Hermes Trismegistus. It's essentially a staff like any other. It's a support, a potential weapon, and a symbol of power. It took precursor ambition to make such simple concepts into artifacts powerful enough to threaten 2 entire civilizations. Bravo us! Wat is haar cynische toon? I don't get it. Heel vet, poort naar de verloren stad. Vanaf Thera. Ik ga daar naartoe reizen om te kijken wat hier gebeurt. Het ligt namelijk ook echt vlak bij Boeotia, valt me nu pas op. Plunder de schat, daar wordt het wel eindelijk tijd voor. Icarus niet beschikbaar. Zit je 3 stappen terug, is Icarus wel beschikbaar. Zie je, er is hier ergens de laatste schat. Dat wilde ik weten. Dankjewel. Rustig maar, je gaat niet dood, Alexios. Tjonge, jonge, jonge. Ik heb hier namelijk toen dit ontdekt en toen heb ik het random ontdekt. Dus voordat er überhaupt iets was uitgelegd, ik had het gewoon puur ontdekt na een explore sessie. Hoeveel je er ook uithaalt. Dat is waarschijnlijk hun materiaal geweest. Hun grondstof om van te bouwen. Heb ik het idee. Obsidiaanglas en zo. En misschien wel die origalkumerts. Kan toch bijna niet anders. Kan ik hier al wat mee inmiddels? Ik kan er nu nog niks mee. Het was een beetje kom op een later moment terug, toch? En dat latere moment, nou daar heb ik dus nu voor gekozen. En dat is nog steeds niet laat genoeg blijkbaar. Dus ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken, het liken. De grot is afgerond en in de volgende aflevering zullen we Boeotia intrekken. Wat al echt nice genoeg is. Dat lijkt me echt super vet. Dus dan ga ik starten met dat synchronisatiepunt en gaan we echt het vasteland weer intrekken. Maar dan een gloednieuw hooglevel gebied, Boeotia. En daar gaan we het verhaal door laten gaan. Zagen van de Sphinx, praat met Gorgias. Dat is wat we doen gaan. Hartstikke bedankt voor het kijken. Thanks voor de support guys en tot de volgende aflevering. Peace out.